zonder microfoon moeten. Dan gaan we uiterste best doen om zo hard mogelijk te praten. Wat fantastisch dat jullie hier allemaal zijn. Deze actie die vindt plaats hier in Haarlem. Maar niet alleen in Haarlem, ook in Amsterdam, Den Haag, Ede, Rijswijk, Leeuwarden, Den Bosch, Beverwijk en natuurlijk ook in Velsen in verband met het incident wat laatst heeft plaatsgevonden. Burgemeester Jos Wiede was een van de eerste burgemeesters die ja zei, die jullie vanaf het begin, heb ik begrepen, heeft gesteund. Die ook zijn nek uit heeft gestoken om te zorgen dat er veel steun voor deze actie zou zijn. Ontzettend bedankt burgemeester. Fantastisch dat u dat heeft willen doen en dat u daar ook het lef voor heeft om ergens voor te gaan staan. Maar de aanleiding dat we hier staan is natuurlijk geen goede. Op Hemelvaartsdag is er een gewelddadig incident geweest in IJmuiden. En helaas is dat niet de eerste keer. En als we er niks aan doen, dan zal het ook niet de laatste keer zijn. En dat is de reden ook waarom we hier vandaag staan. We hebben jullie allemaal op het filmpje gezien. Dat is niet goed wat er daar gebeurt. En daarom zijn verdedigingsmiddelen nodig. Om te zorgen dat jullie je kunnen verdedigen als je oog in oog staat met iemand die het echt niet met je eens is en het ook niet met je eens gaat worden en die er daarin agressief wordt. Juist ook in deze tijd van corona. En daarom voeren wij vandaag actie, coronaproof, op afstand, maar we zijn er wel en we staan er. Het is fantastisch dat jullie hier zijn. En daar gaat eerst jullie burgemeester wat over zeggen. Mag ik u introduceren? Ja. Goedemiddag. Welkom hier op de Grote Markt. Het is niet altijd gebruikelijk, sterker nog, het is niet zo gebruikelijk dat als een demonstratie is van de werknemers, dat de werkgever dan ook even meedemonstreert. In dit geval gebeurt dat wel. Jullie zijn onze mensen die wij als stad willen inzetten om samen te bewaken dat deze stad veilig is, dat de regels worden gehandhaafd. In dit geval zelfs in deze periode dat we met elkaar op de bres staan voor de gezondheid in de samenleving. En daarbij is jullie werk echt heel belangrijk en tegelijkertijd ook lastig. Niet alleen nu, maar dat is al langer zo. Want als je mensen aanspreekt op regels, op het moment dat ze die regels net overtreden, dan zijn mensen daar vaak niet blij mee en worden soms boos, worden soms agressief. Ik herinner mij dat ik vorig jaar 2 keer geconfronteerd werd met vrij heftige aanvallen op medewerkers, handhavers van de gemeente Haarlem, die te maken hadden met echt heel agressieve mensen. En dan hoor ik, als ik met jullie in gesprek ben, dat dat geen incidenten zijn, maar dat dat echt regelmatig gebeurt. Niet altijd fysiek, maar het wordt soms wel fysiek. En op dat moment snap ik ook, wij sturen jullie op pad. Wij vragen aan jullie om de regels te handhaven. Dan moeten we ook proberen ervoor te zorgen dat jullie dat op een veilige manier kunnen doen. Daarom hebben jullie een uitrusting. Je hebt een steekwerend vest. Jullie hebben handboeien om mensen te kunnen aanhouden als het nodig is. Rustig te houden en na die aanhouding. Maar er is meer nodig. Wij zijn heel druk bezig met de bodycams, waardoor jullie straks ook bewijsmateriaal hebben als er dingen gebeuren. Dat helpt ook. Ik denk dat het goed is. Er wordt geïnvesteerd in jullie contact met de politie, zodat als het nodig is, de politie ook snel ter plekke is. Maar jullie hebben mij ervan overtuigd dat het belangrijk is dat je op het moment dat je heel plotseling wordt geconfronteerd met agressie, dat je iets hebt om heel snel adequaat te kunnen reageren. En dat maakt dat ik vanaf vorig jaar een pleidooi voer om de handhavers ook de mogelijkheid te geven om uitgerust te worden met pepperspray. Dat betekent dat je heel snel kunt reageren. Het is geen agressief middel, niet als spuitend ga je zo door de stad. Maar je kunt het gebruiken op het moment dat je wordt aangevallen. En dat is dan een effectieve manier om die aanvaller even weg te houden. En dat is wat je nodig hebt om de politie in staat te stellen om snel te komen om dingen over te nemen. Ik vind dat het goed is als we dat zouden doen. Er wordt gezegd, wij willen geen bewapening van BOA's. Dat wil ik ook niet. Ik zie het ook niet als bewapening. Het is precies wat hier staat.
een verdedigingsmiddel. Een manier om je werk te kunnen doen, vertrouwend op het feit dat als iemand dan heel agressief wordt, dat je iets hebt om effectief je te kunnen verdedigen. Ik voer daar een pleidooi voor. Ik steun jullie in de acties op dat terrein. Ik heb gisteren met de minister van Justitie hier nog over gesproken. Justitie en Veiligheid. Hij zegt dat hij het snapt, maar hij vindt dat er een grens moet blijven, dat de bewapening niet bij de BOA's terechtkomt. Dat is echt voor de politie. Ik denk dat wij af moeten van die discussie over bewapening. Wat mij betreft gaat het over een effectief verdedigingsmiddel. En ik sta er helemaal achter dat onze mensen een effectief verdedigingsmiddel in handen gegeven wordt als het nodig is. En ik hoop dat de aandacht die nu gevraagd wordt, dat die ook resulteert in een nieuwe discussie en uiteindelijk ook een besluit om daar effectief iets aan te gaan doen. De incidenten die er geweest zijn, die zijn ontzettend vervelend. Iedereen die dat ziet, die snapt van dit willen we niet met elkaar. En het helpt als je dan een effectief verdedigingsmiddel hebt. Dus hopelijk gaan wij die kant uit. Er zijn heel veel plekken waar het gevraagd wordt. En laten wij het onderscheid maken. Wij vragen niet om een nieuwe politie. Wij vragen niet om politiebewapening. Wij vragen om een verdedigingsmiddel. Gewoon om jullie werk, het handhaven van de regels in de stad, in ons geval, op een goede manier te kunnen doen. Vertrouwend op de uitrusting die je hebt. En daar hebben wij als werkgever ook belang bij. En wij komen daar met jullie samen voor op. Hopelijk heeft jullie aandacht vragen ook een positief effect op de besluitvorming. Dankjewel.